Alhamdulillah, rabbil alameen, Salatu wa sallam wa ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Geliefde broeders en zusters, we hadden de afspraak gemaakt dat wij een reeks preken zouden houden over El Fitra. Omdat El Fitra de basis vormt van ons bestaan en de manier waarop wij het leven dienen door te brengen. Maar gezien de omstandigheden. Gezien de context is het belangrijk om hiervan af te wijken, om het over het onderwerp van de dag te houden, namelijk dat onrecht wat gaande is in Filistien, in Palestina. Het is een noodzaak om op te komen voor gerechtigheid. Het is een noodzaak om op te komen voor rechtvaardigheid. Het is een noodzaak geworden, geliefde broeders en zusters, om op te komen voor menselijkheid. Op het moment dat we het hebben over de situatie in Gaza of in Filisteen, dan moeten we niet vergeten dat zij een onderdeel zijn van ons. We hebben het niet over vreemden. We hebben het niet over een volk. We hebben het niet over een groep die aan de andere kant van de wereld leeft of woont. We hebben het in die eerste instantie over mensen van bloed en vlees die gerespecteerd en geëerd dienen te worden. Niemand hoeft ons te vertellen. Niemand hoeft ons de les te lezen dat wij moeten opkomen voor, uh, voor, voor degenen die onderdrukt worden. Niemand hoeft ons te vertellen dat, we geen, dat, dat wij voor onschuldige burgers moeten opkomen en dat we geweld moeten afkeuren. Dat is wat mijn dien mij leert alvorens welke persoon dan ook dat mij gaat vertellen. Mijn dien leert mij, geliefde broeders en zusters, om de mens te respecteren. Mijn dien, geliefde broeders en zusters, leert mij om op te komen voor onschuldige burgers, ongeacht. Hun achtergrond, hun huidskleur, hun ideologie, hun religie of wat dan ook. Dat is wat mijn dien, mijn leert. Allah zegt in de Koran: Het is op geen enkele manier toegestaan om een mens te doden. Sterker nog, de sharia, die heel vaak in een negatief daglicht wordt geplaatst, die sharia vertelt mij als moslim dat het beschermen, niet het doden van. Maar het beschermen van een menselijke leven niet een bijzaak is van de islam. De sharia leert mij dat het beschermen van menselijke levens een doelstelling is van de sharia. Met andere woorden, alle rituelen. Alle handelingen die wij als moslims verrichten. De boodschap, de koran, de sunna is gekomen om het menselijke leven te beschermen. Dus kom mij niet vertellen dat ik... Mensenheid moeten respecteren en dat ik moet opkomen voor onschuldige burgers. Iedere moslim die zijn religie begrijpt, iedere moslim die de boodschap van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam begrijpt en deze heeft verinnerlijkt, veroordeeld, welke geweld dan ook tegen onschuldige burgers. Niemand hoeft ons dat te vertellen. Maar nu gaan wij de realiteit schetsen. Nu gaan wij de waarheid vertellen, want dat is het minimale wat wij als mensen kunnen doen. We zijn die dubbele standaarden helemaal zat. We zijn die dubbele standaarden, geliefde broeders en zusters, helemaal zat op het moment dat de Palestijn als een dier wordt geschetst die geen enkele waardigheid heeft en de ander als een vrome persoon die voor beschaving en moraliteit opkomt. Dat is niet de werkelijkheid. Het gaat hier om een groepje mensen. Die letterlijk geïsoleerd worden. op alle manieren. Op allerlei manieren: economisch, elektriciteit, water, voedsel. Niks mag zomaar Gaza binnenkomen. Sterker nog, ze mogen zelf Gaza niet meer verlaten. En niemand mag Gaza binnenkomen. Dat is de werkelijkheid. En daarom zeggen, zegt het VM, internationale. Instanties die uh, 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 mensenrechten proberen te beschermen. En in deze tijd is het een hele lastige uitdaging. Die zeggen: er gaat, het gaat hier om een openlijk en de grootste gevangenis ter wereld. Het is een stad. Ja, het is een strook waarin mensen leven. Maar het is een gevangenis tegelijkertijd. Wanneer jij geen vrijheid hebt. Wanneer jij niks kan doen, wanneer jij niks kan kopen, niks kan verkopen, je, je, je economie draait niet op welke manier dan ook, dan is het belangrijk om dat te realiseren en te schetsen. En het is niet een kwestie van een week of een maand. En daarom moeten wij de discussie over het conflict, over, over het onrecht wat nu gaande is, niet beperken tot deze dagen. Maar bespreek het als geheel. Bestudeer. De geschiedenis, geliefde broeders en zusters. Er is al meer dan 75 jaar onrecht gaande. Al meer dan 75 jaar worden kinderen vermoord. Al meer dan 75 jaar worden vrouwen tot weduwe gemaakt als ze zelf ook niet vermoord worden. Onschuldige burgers, al jaren, dag in, dag uit. Elke dag leven ze in angst. Dat is de werkelijkheid. En op het moment dat we het hebben over de gebieden rondom Gaza, dan hebben we het niet over Israëlische gebieden. We hebben het over Palestijnse gebieden die bezet zijn. En dat zijn niet mijn woorden, het zijn de woorden van internationale organisaties die dit erkennen. Maar iedereen sluit daar de ogen voor. Iedereen probeert dat te vermijden, want dat gaat nu niet daarom. Het gaat er wel, het gaat wel daarom. Het gaat om eerlijkheid, het gaat om rechtvaardigheid. Dus kort samengevat, geliefde broeders en zusters, op het moment dat we het hebben over de zaak van de Palestijnen, dan moeten we realiseren dat we het fout hebben. We hebben het hier niet over de zaak van Palestijnen, we hebben het niet over de zaak van moslims, maar we hebben het over een menselijke zaak. En daarom zien we, alhamdulillah, steeds meer mensen die wakker worden, die de waarheid proberen te uiten of die dat durven op zijn minst, die opkomen voor. De, de, voor rechtvaardigheid, voor eerlijkheid, voor gerechtigheid. Dus op het moment dat we het hierover hebben, dan moeten we ons realiseren dat we een onderdeel daarvan zijn. Zoals de Profeet wa sallam, ons leert: en, en, een mu'minu li'l-mu'mini Een moslim voor een moslim, een gelovige voor een, voor een gelovige zijn net als bouwstenen. Of, samen vorm je een geheel. Je al-Mu'minun, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, voor een mede-moslim, voor een mede-mu'min, is net als een lichaam. Wanneer een onderdeel daarvan, een ledenmaat, aan pijn lijkt, dan voelen we dat hier. Op het moment dat mensen, waar dan ook, zelfs als ze niet gelovig zouden zijn, dan doet het ons pijn. Dan voelen we die pijn hier, op, uh, zelfs wanneer wij op afstand van hen verwijderd zijn. De vraag die ik in het kort wil beantwoorden. Wat kunnen we doen? Want iedereen, veel mensen in ieder geval, verkeren in een toestand van wanhoop. Wat kunnen we doen om vrede te realiseren? Wat kunnen we doen om de mensen te beschermen? Wat kunnen we doen om meer uh, uh, tolerantie, harmonie in deze wereld te realiseren? Het eerste waar we mee moeten beginnen is dat we niet in een illusie, in een illusie moeten leven... Dat we dat in ons eentje kunnen doen. Maar we moeten de krachten bundelen, geliefde broeders en zusters. Met moslims, met gelovigen, met andersgelovigen. Met iedereen die gelooft in eerlijkheid, met iedereen die gelooft in gerechtigheid, met iedereen die gelooft in rechtvaardigheid. Is het heel belangrijk, geliefde broeders en zusters, om voor hen, om samen met hen op te komen voor een eerlijke, een eerlijke wereld waarin wij met z'n allen op een vreedzame manier zouden moeten leven. Maar voor elk individu is het belangrijk om te reflecteren, om na te denken. Wat kan ik als individu doen? Wat kan ik als gemeenschap doen om iets bij te dragen? Want gezamenlijk kunnen we wel een geheel vormen. Op het moment dat we erin slagen, geliefde broeders en zusters, om die vierkante meter meten waarop we staan. Op het moment dat we erin slagen om die te verbeteren, dan kunnen we de omma naar een ander niveau brengen. Op het moment dat we erin slagen om de linge banden met elkaar te verbeteren en te versterken, dan kunnen we als één lichaam opereren. Het eerste waar we het over moeten hebben, geliefde broeders en zusters, is dua. Laat we niet vergeten dat dua een van de krachtigste middelen die wij kunnen inzetten. En onderschat het niet. Ik heb wel eens mensen horen zeggen, wij doen al dua zo lang, waarom heeft Allah ons smeekbeden niet verhoord? Hierover kunnen we één ding zeggen. Allah zegt in de Koran: O du'uni dat is een goddelijke belofte. Doe du'a en ik zal die verhoren. Allah zegt in de Koran: Ik zal de smeekbeden van degene die smeekbeden doet, verhoren. Dat is een goddelijke belofte. En daarbij is het wel belangrijk om te realiseren dat Allah azza wa jalla de smeekbeden verhoort. Op zijn manier, subhanahu wa ta'ala. Want hij is de almachtige. Hij is de alwetende. Jouw en mijn kennis is heel beperkt en begrensd. Maar zijn kennis, subhanahu wa ta'ala, is absoluut. En daarom zegt Allah azza wa dat hij de smeekbeden verhoort op zijn manier. En op het moment dat hij wil, subhanahu wa ta'ala. Niet op het moment dat jij wilt. En dus zou jouw kennis absoluuter zijn dan die van Allah azza wa jalla. Dat kan niet. En daarom moeten we het du'a met zekerheid verrichten dat Allah ons smeekbeden zal verhoren. Het tweede, geliefde broeders en zusters, is dat wij van deze situatie moeten leren om onze banden met Allah te verbeteren en te versterken. Oprechtheid, standvastigheid, vasthouden aan ons geloof. Geliefde broeders en zusters, we kunnen huizen verliezen, we kunnen mensen verliezen. We kunnen bezittingen verliezen. We kunnen alles verliezen en die wordt vervangen. Maar op het moment dat jij jouw geloof verliest, dan heb je alles verloren. Op het moment dat jij jouw iman in Allah verliest, dan heb je verloren in dit, le in dit leven en in het hiernaals. Die, die iman, dat geloof is een kracht. Vooral wanneer je die bundelt. Vooral wanneer je die bij elkaar brengt. Dat is een kracht die niemand kan weer staan. Hou vast aan jouw dien. Ga daar aan vasthouden en onze kinderen daarmee opvoeden. Hou vast aan jouw dien. Hou vast aan je religie. En probeer uit te blinken. Dat is het derde punt. Probeer uit te blinken in jouw directe omgeving. Want de omme wordt versterkt door haar individuen. Studeer. Met jouw Armani petje of jouw prada schoenen ga je de wereld niet redden. Maar met jouw kennis, met jouw wijsheid, met jouw iman, met jouw akhlaq, met jouw etiketten van een moslim, kan je de wereld wel verbeteren. Op het moment dat jij, geliefde broeders en zusters, daar bewust van zijn, dan kunnen wij een stap vooruit zetten. Kennis, leren, onderwijzen, hogerop komen, iets betekenen voor de mensheid, een beschaving vormen. Dit is wat uiteindelijk de wereld een stuk mooier zal maken. En vierde punt geliefde broeders en zusters is geduld. Allah Azza wa zegt in de Koran dat de beproevingen die een individu maar ook de gehele mensheid treffen en geloven gaan in het bijzonder dat dat een zaak is van Allah Azza en dat dat een standaard is van dit leven. Het is enorm, het hoort erbij. Allah Azza wa zegt in de Koran Alif Mim Denken mensen daadwerkelijk dat ze zullen zeggen: Wij zijn gelovig. En dat ze niet op de proef worden gesteld? Deze dunya is geen paradijs. Deze dunya is slechts een fase. Waarin men op de proef wordt gesteld om uiteindelijk in het eeuwige te belanden. Het paradijs met de wil van Allah. Subhanahu wa in andere vers zegt Allah in de Koran. En het paradijs. jullie dat jullie zomaar het paradijs zullen betreden. En niets van datgene wat volkeren voor jullie heeft getroffen, jullie heeft getroffen? Met andere woorden, dat moeten jullie ook meemaken wat wij in de geschiedenisboeken lezen. De beproevingen die profeten en hun volgelingen hebben meegemaakt, dat is een onderdeel van het menselijk leven. Er bestaat geen paradijs op aarde.

Vandaag de dag is het extra van belang om elkaar op te zoeken. Is het extra van belang om die aglaag van de profeet, die genade, die barmhartigheid, eerlijkheid, gerechtigheid, om die juist in onze praktijk toe te passen en uit te brengen. Vandaag de dag, lieve broeders en zusters, is het extra belangrijk om daar bewust van te zijn als dat we ook ons leven naar deze principes. Gaan inrichten zoals de profeet salatu ons leert en zoals hij in de Koran wordt beschrijft. Illa lil We hebben hier slechts als genade en barmhartigheid. Niet iemand die verderf zijt. Niemand, niet iemand die de samenleving ontwricht. Niet iemand die haat verspreidt. Niet, niet, niet iemand die onschuldige mensen doodt. Maar iemand die voor zijn rechten opkomt. Iemand die duidelijke principes heeft en daar, excuses, en daaraan vasthoudt. Dat is wat de, wat de islam ons leert. En op het moment dat we dat uitdragen, dan hebben wij op zijn minst onze verantwoordelijkheden genomen. Och Allah Alle onschuldige mensen die zijn komen te overlijden, mogen Allah jalla Allah, hen bij elkaar. subhanahu wa ta'ala hen de hoogste rangen in het paradijs geven. Moge Allah jalla hen bij elkaar brengen, maar samen met de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن معهم في مشارق الأرض يا رحمن يا رحيم، اللهم كن معهم في غزة، وكن معهم في الضفة، وكن معهم في سوريا، وكن معهم في اليمن، وكن معهم في كل بقاع الأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن معهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رب، اللهم عليك بالظلمة المعتدين. اللهم عليك بالظلمة المعتدين، اللهم عليك بالظلمة المعتدين، اللهم عليك بالظلمة المعتدين، اللهم عليك بالظلمة المعتدين، يا رحمن يا رحيم، إنك على كل شيء قدير، اللهم يا رب كن معهم، كن معهم وليا ونصيرا، كن معهم وليا ونصيرا، يا رحمن يا رحيم، اللهم ارفع عنهم البلاء، ما ظهر منه وما بطن، يا رحمن يا رحيم، إنك على كل شيء قدير، اللهم ارزقنا الحكمة في القول والعمل. اللهم ارزقنا الحكمه في القول والعمل اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والاكرام اللهم انك على كل شيء قدير واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين